Toch een lachend gezicht, dat betekent toch dat je een klein beetje tevreden bent van jouw prestatie vandaag? Ja, ik ben vooral blij dat ik dit heb mogen meemaken en dat ik een superleuke dag gehad heb vandaag. Het was echt het was genieten. Eigenlijk, hoe komt het dat mensen vanuit de atletiekwereld zo populair zijn en zo succesvol zijn in het wielrennen? In de atletiek, de langere afstanden, is toch een beetje dezelfde inspanning als een tijdrit bijvoorbeeld. Op een 10 kilometer moet je ook proberen om een zo constant mogelijk tempo aan te houden. En dat is in een tijdrit ook het geval. Dus ik denk dat aeroop systeem en dat anaeroop systeem is een beetje vergelijkbaar. Wat ga je doen in de toekomst? Ik hoop om nog stappen voorwaarts te kunnen zetten en nog een beetje te groeien. Dan zien we wel waar we uitkomen. Oké, succes. Dankjewel.